Vanaf volgend schooljaar organiseert het Sint-Josefs Instituut een arbeidsmarktgerichte BSO-opleiding onthaal en recreatie. De sector heeft immers nood aan professioneel geschoolde, want het toeristische en recreatieve vrije tijdsaanbod blijft groeien. In West-Vlaanderen alleen zijn er 50.000 jobs in toerisme. Dus het is een zeer arbeidsintensieve sector. En bij toerisme, waar we allemaal een belevenis hebben, waar we in vrije tijdstemming zijn, is het onthaal bijzonder belangrijk, een houding ook. De opleiding duurt 2 jaar met eventueel een specialisatiejaar daarna. Van studenten wordt onder meer verwacht dat ze energiek zijn, taalvaardig en sociaal ingesteld. Dus wij willen recreatief of toeristisch onthaal, zoals u wil, organiseren. En wij willen ook zorgen dat die leerlingen kunnen animeren. Dat is wat de huidige recreant vraagt. De school werkt nauw samen met enkele actoren uit de sector, zoals Plopsaland, Jetair en Vacances Soleil, die voor zijn luxe campings vooral op zoek is naar jonge Vlaamse medewerkers. We zijn voor het ogenblik bezig met een eigen campingketen op te richten. Dus we zullen echt wel mensen nodig hebben die heel echt goed opgeleid zijn. Niet alleen op korte termijn, maar ook op middellange termijn. Behalve het Sint-Josefs Instituut in Brugge bieden ook 5 andere Vlaamse onderwijsinstellingen de nieuwe studierichting aan.